Goedendag, vandaag is het betrekkelijk zacht weer met temperaturen tot wel 9 graden. En zoals zo vaak met zacht weer in de winter, winterhalfjaar. Het is dan tegelijkertijd aan de bewolkte kant. Maar er zitten wel wat lichte plekken vandaag aan de lucht. Sterker nog, het zou best kunnen zijn dat op een enkele plaats de zon ook even doorbreekt. Vooral in het westen zou dat kunnen. De meeste plekken blijft het vandaag droog met een graad of 8 of 9 als maximum temperatuur. Uitzondering Zuid-Limburg, daar wordt het denk ik niet veel warmer dan een graad of 6 vanmiddag. Verder een meest matige zuidwestelijke wind en aan zee zou die soms net even windkracht 5 kunnen halen. En dat is dan een vrij krachtige wind. Dan de vooruitzichten, dat is andere koek. Vanavond en vannacht gebeurt er nog weinig, is bewolkt en zacht. Dat is eigenlijk morgen ook zo, met veel bewolking en temperaturen van een graad of 9. Maar dan komt de verandering. In de loop van donderdag gaat het flink regenen en stevig waaien vanuit het zuidwesten. Dat is een koufront en daarachter stroomt op vrijdag koude polaire lucht vanuit het noordwesten Nederland binnen. En vooral op grotere hoogte is de lucht zeer koud. En dat resulteert in felle winterse buien met regen, hagel en sneeuw. Natte sneeuw, maar bij een felle bui kan de sneeuw of de hagel toch even blijven liggen. Maar zodra zo'n bui dan voorbij is, stijgt de temperatuur toch wel weer naar 4 of 5 graden. Dus waarschijnlijk komt er niet heel lang langdurig een sneeuwdek te liggen, maar dat het af en toe wit wordt op vrijdag. Maar ook op zaterdag en op zondag, dat lijkt me toch wel waarschijnlijk. Echt guur weer met een winters tintje vanaf vrijdag. Fijne dag verder.